Het is dinsdag 18 juli 2023. Vanmiddag belde ik met Sten van der Valk, de woordvoerder van de gemeente Wassenaar en communicatieadviseur van ook de burgemeester Leendert de Lange. Ik belde met Sten naar aanleiding van het noodlottige verdrinkingsongeval precies één week geleden. Een 16-jarige jongen uit Duitsland verdronk bij het strand van de Wassenaarse Slag. Ik vroeg aan Sten, klopt het nou dat de reddingsbrigade, de post van Wassenaar, dat die onbemand was? Sten zei dat het nog niet helemaal bekend was bij hun. Ik heb zelf begrepen van personeel wat op de strandtenten werkte in Wassenaar dat er niemand aanwezig was toen er drie personen in nood waren in zee. Zat niemand op de post van de Wassenaarse reddingsbrigade en Katwijk moest assisteren. Nou, ik heb zelf die reddingsoperatie vanaf het strand bekeken, want ik wandelde van Wassenaar naar Katwijk op dat moment. Maar kijk even naar de volgende filmpjes en fragmenten die hierna volgen. En wat Sten vroeg of ik er alsjeblieft nog niet over wilde publiceren. Best wel opmerkelijk, want Sten heeft voorheen bij de NOS gewerkt. En nieuws moet je toch brengen als het nieuws is. Wat is er precies gebeurd op het strand van de Wassenaarse Slag? Vanmiddag ben ik om 2:50 even bij de Katwijkse reddingsbrigade naar binnen gewandeld op de Zuidpost. En zij bevestigden vorige week dat er niemand aanwezig was in Wassenaar. Omdat om 4:00 middags op 11 juli de vrijwilligers van de Wassenaarse reddingsbrigade zich hebben afgemeld in Katwijk. En Katwijk coördineert dat. Die houden dat bij in hun logboek. Dus dat is bevestigd. Er was niemand aanwezig ten tijde dat de Duitse jongen verdronk. En uit alle hoeken en gaten kwam er materieel om daar te assisteren bij de zoek- en reddingsactie. Maar de lifeguards van de WRB waren rond het tijdstip dat het nodig was, waren ze er niet. En Leendert de Lange, de burgemeester van Wassenaar, is de voorzitter van de Reddingsbrigade Nederland. Leendert, kan jij uitleggen hoe het precies zit? En dit is Sten van der Valk. Nou ja, ik... Wij zijn ook bezig met de evaluatie, omdat het natuurlijk het was een tragisch ongeval, dus wij gaan dat ook uitzoeken. Dat zeker. Kan ik jou gewoon op dit nummer bereiken als ik meer weet? Ja hoor, dat is goed. Prima, doe ik dat even. Waarschijnlijk dus dinsdag of woensdag volgende week. We hebben ook nog een gesprek met de reddingsbrigade erover, dus dan. Oké. Okay. En graag tot dan, als ik kan, nog niks publiceren of online zetten. Ja, nou ja, kijk, mijn punt is voornamelijk ook omdat het de burgemeester gewoon ook het hoofd van Nederland is natuurlijk, weet je wel. Hoofd van de Nederlandse Reddingsbrigade, dat is Leendert de Lange van de VVD. En volgens Sten weten ze meer volgende week dinsdag of woensdag, want ze moeten nog evalueren met de WRB. En ik had het al op 12 juli en 13 juli online gezet op Twitter. Van ja, hallo Sten, kan je bevestigen dat de Wassenaarse reddingsbrigade onbemand dicht was toen de zwemmers in nood waren? Kijk, ik was op strand en ik zag de helikopters, ik zag materieel uit Katwijk. Enorme operatie was het, want het was serieus een probleem. En dit is de reactie van Wassenaar, de gemeente Wassenaar. De lifeguards. Maar de post was dicht op dat moment. VVD-burgemeester Leendert de Lange heeft een behoorlijke portefeuille. Maar ook enkele nevenfuncties die bij zijn burgemeesterschap horen. Waaronder voorzitterbestuur Stichting Wassenaarse Hulpverlening. Maar dit is pikant. Voorzitter bestuur Reddingsbrigade Nederland, Koninklijke Nederlandse Bond tot het redden van drenkelingen. Voorzitter van de Reddingsbrigade, het is misgegaan op uw eigen post in Wassenaar, bij de Wassenaarse Slag. En het personeel en strandpaviljoenhouders en de mensen van de surfclub, ja, die hebben geholpen.
Maar de reddingspost was dicht. Dat is een feit. Graag tot dan, als kan nog niks publiceren of online zetten.